Onze nieuwsdienst is vandaag gebeld door enkele boze klanten die bij onder andere de Hakeringbank geconfronteerd zijn met een verhoogd tarief voor het storten op een rekening van derden. Volgens hen zijn ze helemaal niet op de hoogte gesteld van deze verhoging. Wij namen contact op met de directeur van de Hakeringbank, Rafik Shivrajpandey. Hij bevestigde dat er vanaf 1 maart dit verhoogd tarief wordt gehanteerd bij de kassa. Volgens hem hebben de klanten via B-Nets een schrijven hierover ontvangen. Deze maatregel is getroffen om cashbetalingen te ontmoedigen en het giraal betalingsverkeer te stimuleren. Shivrajpandey verduidelijkt dat cashverkeer als nadeel heeft niet veilig te zijn. Voorts, zegt hij, heeft de bank zwaar geïnvesteerd in het mogelijk maken van digitale transacties. Er zijn nu voldoende alternatieven om girale transacties te verrichten, betoogde de Hakeringbankdirecteur. Onze nieuwsdienst nam ook contact op met de directeur van de Surinaamse bank, Steven Cotino. Hij geeft aan niet voor andere banken te kunnen praten, maar dat de banksector nu pas beseft dat er iets gedaan moest worden aan de tarieven. We willen af zijn van cashtransacties, benadrukt ook hij. Cotino voert evenals zijn collega van de Hakeringbank aan dat er veel geïnvesteerd is in digitale betalingen, hetgeen ook het nodige gemak heeft. Dit zal er volgens Cotino ook toe leiden dat er geen urenlange rijen meer in de banken zullen zijn. De DSB heeft onlangs een analyse gemaakt van de mensen die in de rij staan. Gebleken is dat het gros bedragen opneemt onder de 3000 SRD. DSB is nu bezig de tarieven te herevalueren en zal volgens de directeur ook binnenkort haar tarieven aanpassen. Hij benadrukt dat de klanten vroeg voortijdig hiervan op de hoogte gesteld zullen worden. Ook is het zo dat de bank genoodzaakt is het opnemen van US dollars te beperken. Voorheen konden klanten 10.000 US per dag opnemen. Dat zal nu niet meer mogelijk zijn, zegt Cotino. Hij geeft tenslotte aan dat alle grote banken zullen transformeren. Dat is namelijk het beste voor het financieel systeem van het land.